ziet eruit als een bunker, maar het blijkt een oud rioolgemaal te zijn. En dat gemaal dat gaan we vandaag bekijken aan de binnenkant. Nu kan het nog. Binnenkort zal het gesloopt gaan worden. In ieder geval deels gesloopt gaan worden voor het Conradhuis. Dit gemaal heeft in, ik meen 2009, tot aan de rand van de deur boven helemaal onder water gestaan. Vanwege het feit dat hij onder water heeft gestaan, zie je dus, lijkt het een beetje op de Titanic. Alles is verroest en lijkt wel achtergelaten, alsof er een grote ramp heeft plaatsgevonden. En dan gaan we nu weer één trap lager. We komen uit op het bordes met mooi uitzicht over de hele pompkamer. Die hier dus voor zorgde dat het water doorgepompt werd. Deze grote dikke buis die je ziet lopen hier, die loopt hier het gemaal uit. Om uiteindelijk dus afgevoerd te worden naar ergens buiten Amsterdam in der tijd. Nog verder de diepte in. Verwoest, een beetje apocalyptisch ziet het eruit allemaal. Ja, deze kasten zijn met name voor de elektra. Alles regelde voor het goed functioneren van de pompen. Oude onderhoudsboeken, bedrijfstellingsboeken. Deze ruimte, dit gemaal, het lijkt natuurlijk op een soort grot. En het zou een hele mooie omgeving kunnen zijn voor vleermuizen. Dat betekent wel dat we het gemaal dicht moeten houden, zodat er niet vleermuizen zich hier kunnen gaan huisvesten. Dit zijn dus misschien de laatste beelden dat het van binnenuit dat het gebouw nog in zijn geheel staat. De bedoeling is met de realisatie van het Conradhuis dat het gemaal tot op min 1 niveau gesloopt wordt. En er is voor gekozen om het gebouw deels te laten staan, zodat de grond het rustigst blijft.